programma, dat zullen we later zien. Maar het werkt anders. Deze meneer heeft feitelijk bijna de campagne van het CDA betaald. En dat wil niet zeggen dat hij dan meteen zegt... After 2 kilometers, take the exit, 13, A13, E19, towards Amsterdam. Dan zal zo iemand met IKA's behandeld worden. En natuurlijk wordt dat geïnternaliseerd. En als er dan dingen gebeuren waar zo'n meneer dan helemaal niet blij mee is, dan zal dat wel degelijk invloed hebben. Het is denk ik heel naïef om te denken dat dat geen invloed heeft. Ik denk ook dat de meeste luisteraars naar dit programma denken van als een meneer 1,2 miljoen geeft aan een partij en daarmee bijna de hele verkiezingscampagne betaalt, zou die meneer invloed hebben? Ik denk dat de meeste luisteraars naar dit programma denken, ja, nee, dan heb je als je bent een beetje naïef. Nou ja, maar de democratische kwaliteiten van allemaal te slaan zich ook aan. De nut wel volledig. Gratis en goed. Maar ik ben het met hem eens als hij zegt wanneer het zo zou zijn dat binnen het CDA, zeg ik maar even plat, voor de jongen is ingeraad voor wat behoefstaat omdat... After 800 meters, take the exit, 13, A13, E19, towards Amsterdam, then keep left. Dus ik zeg niet dat ik ervoor ben dat iemand geld neerlegt en dat hij een invloed krijgt waarmee hij bepaalde politieke standpunten kan kopen of bepaalde politieke hoofdstukken wel of niet. Take the exit, 13, then keep left. Maar ik zeg wel, als je het volkomen openbaar doet, je legt het gewoon weer in. En ik hoorde vandaag iemand die legde me uit in Amerika beschouwd dat als de vrijheid van meningsuiting wat je met je vrouw doet. Dus ik heb erg veel vertrouwen.
aangifte gehad? Jawel, er is een klassiek voorbeeld, want je moet van die dingen natuurlijk leren. Ik herinner me dat in het begin van de jaren, ergens rond 2003 of 4 of zo was, had de VVD sponsor in. Dus dat is allemaal heel braaf en vrolijk uit. En dan kon je aan tafel, dan moest je pound of euro betalen, of gulden was het denk ik zelfs. Ja. En toen was op een gegeven moment Erik de Zwart, die wilde al maandenlang de minister van Economische Zaken Jorritsma spreken. Want die ging over het verdelen van radiofrequenties. En die had zich ingeschreven voor het sponsordiner en met haar gepraat. En daarna overal ons verteld, nou ja, ik ben maandag van bezig geweest om het op de reguliere manier te proberen. Maar via dat soort sponsordiner was ik zo bijna aan tafel. Ja. Dat moet je natuurlijk niet hebben. Je moet goed nadenken over hoe je dat soort dingen organiseert. Ja. En dit soort vormen van misbruik zien te voorkomen. Dus dat ben ik allemaal met vandaag eens. Dat zal hij met genoegen noteren. Het moet gewoon allemaal fatsoenlijk. Maar dat wil niet zeggen dat als iemand gewoon geld wil geven voor een goed doel, dat hij daar gewoon moet. En al die stichtingen, ja. Want we hebben allerlei stichtingen. Want ja, wat ik zeg, het moet openbaar, maar ik bedoel, de VVD, heel veel partijen hebben allerlei stichtingen. Daar geven mensen geld aan zo'n stichting. En zo'n stichting geeft het aan de VVD. En dan staat er net het openbaar dat die stichting aan de VVD heeft gegeven. Maar al die mensen die dat geld aan die stichting hebben gegeven, dan weer niet. En zo hebben we natuurlijk de voordeur op slot gedaan en de achterdeur staat wijd open. Dus dat zijn ook dingen die moeten gebeuren. Ja, Ton Helias, op die manier, je kan het beter hard verbieden, dan ben je in één keer al dit soort gedoe. Juist. Nou, dat ben ik het helemaal niet mee eens. Wat dat betekent dat je Kamerleden en mensen die bij je partij betrokken, met die alleen maar als een soort Cubaanse loonslaaf dat geld moeten afstaan. Hoppatee. Ja, dat vinden ze bij de SP misschien gewoon, maar dat is het niet. En dat is met ongezond dat je had gedaan. Vanavond nog lang zonnig, minimaal vannacht tussen 10 en 15 graden. Morgen opnieuw zonnig, maar later ook stapelwolken. Het wordt zomers tot tropisch warm. 27 tot 31 graden. Donderdag nog wat warmer, vrijdag koelt het af en dan kunnen er stevige regen- en onweersbuien vallen. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Op de valreep toch nog een file op de A2 Utrecht Den Bosch. Tussen Knoopendel en Zaltbommel 2 kilometer, ruim 10 minuten vertraging. Er zijn daar 2 rijstroken dicht. Follow Brake Strapway towards Amsterdam for 6.5 kilometers. Thank you.
kunnen we daarop leven. Nou ja, goed, dat ligt eigenlijk allemaal voor de hand dat het toch mooi makkelijk te vinden is. En dan gaat het ook nog om het vinden van getuigen. En dat zou toch in de Filipijnen moeten gaan gebeuren. Ja. Dat kan niet in een vooronderzoek. Dat wordt misschien ingewikkeld, want Duterte is uit het strafhof gestapt en heeft al gezegd dat hij geen enkele medewerking gaat verlenen. Dus wordt het een lastige zaak voor gaan om die getuigen te komen? Dat wordt een heel heet aanhuizen, inderdaad. Duterte is niet alleen maar een groot tegenstander van het strafhof, maar hij heeft ook het woord bij de daad gevoegd en is ook het strafhof uitgestapt. Ja. Hij heeft het lidmaatschap opgezegd, dus dat geeft al aan dat hij ook als Karin Kaan straks gaat vragen.
geen gezamenlijke persconferentie te geven. Even in herinnering brengen welke ramp zich vertrok voor de Verenigde Staten toen Poetin en Trump wel gemeenschappelijke persconferentie gaven. Daar schuilt altijd gevaar in, maar Poetin zal zeer goed voorbereid zijn. Cross the roundabout and take the third exit, A4, E19, towards Amsterdam, then take the motorway. Dus daarom is Bush voor gekozen, maar dat neemt niet weg dat ook in een solo optreden voor de pers. Wat Biden daar uitstraalt, dat is er ook wat Poetin dan uitstraalt, dat zal bepalend zijn of deze top het einde van het begin is, of het begin van iets nieuws. Ja. En ja, de hoop is natuurlijk bevestigd dat ze zullen proberen de meest omstreden een gesprek over aan kunnen gaan, zoals mensenrechten, zoals eigenlijk ook Oekraïne en zo, nog wel een aantal, als die een beetje terzijde schuiven en proberen met name daar overeen te komen waar gemeenschappelijke mogelijke agendas liggen in de toekomst. Ja, ik kan het ook, mevrouw Salomon, want de Oekraïnse president Zelensky was natuurlijk wel zo bij de pinken dat hij gisteren nog even twitterde over zijn toenadering tot de NAVO. De oude afspraak dat after 300 meters, go around the roundabout and take the fourth exit, Alkmaar. Ja, dat is Poetins grote pijnpunt. Hij ziet de NAVO nog steeds als de vijand, die de Sovjet-Unie op de knieën heeft gebracht. En nu is het verhaal in zelf. Het Westen wil ons klein houden, dus de NAVO, dat is echt een heel gevoelig punt. Dat neemt niet weg dat wapenonderhandelingen ook in Ruslands belang zijn, ja, natuurlijk. Ja. Dus Poetin is ook pragmatisch aan één kant. Ja, maar wat die NAVO betreft, meneer Zandé, mevrouw Salomon zei het net al, Biden heeft natuurlijk ook het belang bij om Europa aan zijn kant te krijgen. En voor Europa is er wel degelijk een groot militair belang van een sterke NAVO tegenover de Russische dreiging. Aan de Baltische grens met de Baltische Staten in Oekraïne. Kan hij die twee dingen verenigen morgen? Proberen een nieuw begin te maken en tegelijkertijd die kracht van de NAVO tegenover Rusland bevestigen?
wel om Turkije gewoon binnen de NAVO te houden. Dus dat betekent dat Biden hier toch een heel gevoelige pad moet bewandelen. Hij kan de Turken niet schofferen. Hij kan de Russen ook op dit punt niet te veel schofferen. Want hij wil met Rusland de betrekking ook gaan verbeteren. Dus de oplossing moet er vooral komen, niet via Rusland, maar in de rechtstreekse band tussen Washington en Ankara. En dan hebben we het over president Erdogan. En hebben we het over Gülen, die nog steeds in de Verenigde Staten vertoeft. Waarvan Erdogan verlangt dat de Verenigde Staten die uitlevert als voorwaarde om de betrekkingen te verbeteren. En dat doet de Verenigde Staten weer niet. Dus ja, ik zie niet veel beweging komen in die Turk-Amerikaanse verhouding. En daarmee zal Turkije ook een beetje lastig bij kinderen. Goed, het ambitieniveau is niet heel hoog dus voor deze ontmoeting, mevrouw Salomon. Stabiliseren en proberen de band, de communicatiekanalen open te houden, dat is eigenlijk het maximum wat Biden al zo'n beetje heeft aangegeven. Is dat toch de verwachte uitkomst of is er echt ook nog een risico in deze ontmoeting? Ik denk dat beide mannen voldoende professioneel zijn op goed afstand. Ik denk niet dat het echt zo is. Het is wel zo Biden heeft gezien, hij wil heel duidelijk rode lijnen aangeven. Kijk, Rusland is vreselijk destabiliserend bezig. Biden die probeert in het Trump-tijdperk te voorkomen dat die splijting in Amerika voort kan krijgen. Dus hij zal Poetin heel duidelijk te verstaan geven, tot hier en niet verder, want anders gaan we hele harde maatregelen nemen en nog strengere sancties. Dus dat gaat Biden ook nog heel vertellen. Ja, meneer Zandé, denkt u dat er ook toch ook nog wel tegen gedaan worden? Ja, dat zowel Poetin de reden die de collega noemt, namelijk de binnenlandse, het binnenlandse politieke profiel van de president. Ze brengen dat ze elkaar een beetje de oren hebben gewassen. Poetin ook op naam van de Amerikaanse inmenging overal. Biden op het punt van de mensenrechten stemmen in geval niet helemaal op. Maar anderzijds, ja, verwacht ik toch pragmatisme van Biden. De belangen die Poetin toch heeft, zoals de mensen van de Amerikanen, dat ze ook iets wellicht iets positiefs naar buiten zullen brengen. Dat is wel een heel gemeen beeld, denk ik. Ja, goed. Het wordt in ieder geval een goede persconferentie. Dit was ook de Europa uit ons. Ik ben Kunststof, de regisseur en de stadsdirecteur Erik de Vroeger. Maar nu is het NOS.
worden gestraft, waarvan zeker 6.000 euro van gisteren. En mijn moeder die... 6.000 gestraft? Ja. Mijn moeder die was... Ik ken mijn moeder niet anders dan pratend. Letterlijk. Ze is deze After 800 meters, keep maar right. Heerlijk om naar haar te luisteren. Ze had alle associaties, ze had allerlei verhalen. Ze was heel intelligent, ze had goede analyses. Ze was geïnteresseerd in zo'n beetje alles. Behalve keep emoties, right. Maar vooral heel veel intellectuele dingen. Dus dat was heel fijn met haar te praten en je te bijna te laven aan die stem ergens. Maar ik kan me letterlijk geen moment van stilte met haar herinneren. Een moment van gewoon maar een beetje zitten, een beetje voor je uitstaren en gewoon een rustig momentje op de bank, dat is er niet. Ze is een jaar geleden gestorven, dus het is A5 tot Alkmaar voor 6.5 kilometers. Hoe erg je ook last van hebt, gaat het misgelukt. Wat had er vooral last van? Ja, ik denk dat ik als kind al luister ik heel graag naar verhalen. Dus als we zijn van haar werk kwam in haar puberteit en dat waren allemaal rotkaartjes die zijn naar haar scheiding moest doen en deed. Voelden jullie alleen op, hè? Ja, precies, na een scheiding, precies, na een jaar 80. En dan was ik eigenlijk wel altijd voor haar, om haar na haar werk bij dan op te vangen en te luisteren naar haar frustratie, ze is naar haar werk ervaren, naar haar ruzies met haar collega's, of haar baas en die er niks van snapte allemaal, op haar, al die dingen. En ik was soms, ja, monologen van een 2 uur, zoveel 3 uur of zo. En ik vond het ook interessant van tijd, maar ik denk later, dat is natuurlijk niet gezond voor een kind. Was je de oudste, jongste, middelste? Middelste. Dat is een typische boerderij. Ja. En ik denk dat mijn moeder in die tijd ook vroeg zijn dood van haar verhalen. En ik heb ook heel weinig verhalen zelf verteld aan mijn moeder. Er was helemaal geen plaats voor zo'n bericht. Dus wat ook in de voorzien voorkomt, zij deed niks over mijn eerste verliefdheden. Of over mijn depressies, of over mijn angsten. Of de obsessies die ik had als kind weer, daar deed ze niks van. Ik heb in één klap in noten op een verklaring waarom jij nu eindeloos take the exit towards Alkmaar.
over 800 meters. Keep left. Ja, zodat Portugal op het strik vrij komt. Want 7 minuten van tijd weten ze dan toch de score te openen tegen Hongarije. Maar dan een schot of keep een left. Veranderd door Guerrero. Hij plaatst de bal achter Colaci, de doelman van de Hongaren. Het is moeizaam. Het is allemaal heel laat in de wedstrijd. Maar Portugal, de regerend Europees kampioen, komt er toch op voorsprong in de slotfase. 1-0 door het doelpunt van Rafael Guerrero. Dankjewel, Nico Manciano. Follow Rijkswagen 9 towards Alkmaar for 28 kilometers. Ik heb mijn moeder opgevoed met hem.
zit, dat hoeft niet lang meer te leven. En dat zij tegen hem zegt, als je maar niet als een docil Indisch vrouwtje gaat behandelen. Was dat werkelijk zo? Ik bedoel, was ze daar heel erg van te doen? After 2 kilometers, take the exit, N243, towards Oudo. Ik laat het in dit voorstel tegen de arts rechtstreeks zeggen, maar ze heeft in de werkelijkheid niet tegen de arts durven zeggen. Dat we, ze was eigenlijk heel autoriteitsgevoelig en luisterde heel erg naar de doktoren. Thuis zat ze dan te mokken. En te mokken van al die mannen vaak en ook wel al die artsen die maar deden en alles opdrongen en het beter wisten en de NRC die hadden gelezen. En ze wist ook heus wel dingen over medicijnen. Maar ze had vooral het gevoel, ja, dat zei ze ook vaak. Ze zei van ze moeten niet denken dat ik zo'n meegaand algekomen Indische vrouwtje ben. Die maar gewoon braaf alles dit en doet wat ze zeggen. Nee, ik heb mijn eigen mening, ik heb mijn eigen autonomie, ik maak mijn eigen afwegingen. Maar je hebt het dus iets stoerder gemaakt door het haarzelf tegen de arts te laten zeggen. Ja, om het ook even klaar te maken in de voorstelling. Maar ja, het is toch ook natuurlijk, alles is enigszins gedramatiseerd. Mijn zus is daar ook. After 800 meters, take the exit, N243, towards Oudo, then turn right. Ik heb tegen de arts gezegd zelf, maar wel in de auto terug van het ziekenhuis. Of bij hun thuis. En ook bij mij thuis. Take the exit, then turn right. Dat jij je uiteindelijk meer Indisch voelde, of in elk geval meer onderzoek daarna deed, dan dat zij dat ooit hebben willen doen? Ja, nee, ik ben letterlijk ook vier keer teruggegaan naar Indonesië. Of drie gaan, zeg ik dan, hè? Dat is heel apart in de mond, waar ik niet. Ik hou het tijd helemaal niet in de gaten. Het kan gebeuren. Ik zie dat het bijna. After 200 meters, turn right, N243. Towards Oudo, then turn right. Turn right, then turn right. NPO Radio 1. 8 uur, Ewald de Jong met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil dat Siewert van Linden en zijn zakenpartners het geld dat ze verdiend hebben aan hun deal met mondkapjes terugstorten. De Kamer nam een motie van denkvoorman Azartan aan, waarin staat dat de drie zich op oneigenlijke gronden hebben verrijkt. Krijgen het verzoek om 28 miljoen euro terug te geven aan de belastingbetaler. Op het deel kwam veel kritiek omdat Van Linden de indruk had gewekt dat hij geen winsten overmaakt had. Kortrijk zei hij dat hij het rendement tot het geld voor goede doelen wil gebruiken. Voormalig BBC-directeur Tony Hall heeft zijn excuses aangeboden aan Prins William voor het interview met zijn moeder Prinses Diana in 1995. Hall was hoofdredacteur van BBC News tussen 1990 en 2001. Voor een onderzoekscommissie zei hij dat hij achteraf gezien de interviewer Martin Bashir had moeten ontslaan. Bashir had Diana met vervalste stukken ervan overtuigd dat interview te geven. Ze sprak met hem over haar slechte huwelijk met Prins Charles. Een recent rapport was kritisch over een aantal zaken rond het interview. Prins William zei dat zijn moeder, die in 1997 in Parijs verongelukte, in de steek was gelaten. Op meerdere plaatsen in het land zijn mensen opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij drugsmokkel. Tientallen agenten zijn 7 woningen en transportbedrijven en een opslagbox binnengevallen in onder meer Rotterdam, Breda en Os. De 6 mensen die daarbij zijn opgepakt zouden lid zijn van een criminele organisatie die grote hoeveelheden verdovende middelen heeft geïmporteerd. Op het Europees kampioenschap voetballen heeft Portugal in Boedapest-Hongarije verslagen met 3-0. Het eerste doelpunt viel pas in de 84ste minuut door Guerrero. Cristiano Ronaldo benutte in de 87ste minuut een strafschop en wist in de extra tijd ook nog te scoren. Weer vanavond vrij helder met weinig wind. Minima vannacht rond 13 graden. Morgen volop zon en een zwak tot matige zuidoostenwind. Smiddags wat stapelwolken en het wordt 27 tot 31 graden. Vrijdag wordt het wat koeler met een paar stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal. Kunststof. Erik de Vroet is de gast en we spreken over een voorstelling die gemaakt bij het Nationaal Theater, de Eeuw van mijn moeder. En dat is echt een idiote tour de force. Eigenlijk voor jou kan ik me zo voorstellen, want door jou zelf geschreven. De hoofdrol is voor Esther Schildwacht die jouw moeder speelt. Maar je zit er zelf ook in, force. Je hebt een andere naam, Ramses de Vroet, en je bent deel van het kunstenaar in plaats van theatermaker. En je regisseert het. Ik bedoel, het is allemaal tegelijkertijd aan de hand. Je ziet je moeder, ja. Je ziet jezelf,
je moet regisseren. Het is gek, toch? En after 300 meters, turn left, Aaronweg. Then you've reached your destination. It is on your right. Ik krijg kritisch met mijn bordnoot tijdens try-outs en aantekeningen moet maken over dingen die beter kunnen. Ja, word ik soms zo meegesleept dat ik dus weer in de afloop in tranen zit. Ik niet alleen, mijn dramaturg ook, die zit ook steeds te huilen. Ja, het is ook zwaar ontroerd. En waar zit hem dat in? Ja, het is heel emotioneel. Turn left, then you've reached your destination. It is on your right. Ja. En in de combinatie natuurlijk, dat is ook typisch mijn familie, typisch mijn moeder. In combinatie met de humor. En daarmee wordt zo'n soort middenrif continu trilt heel de tijd, maar voor je het weet zit je ineens te janken. En het is ook vanaf moment 1 direct heel grappig. Hè? Je speelt ook heel erg op de lach. You have reached your destination, Aaronweg 81. It is on your right. Mijn vader, die nogal een kwade dronk had, die op een gegeven moment met een pistool... loopt te zwaaien, dan ga je er opeens uit met, en als dit nu een film was geweest, dan was het kind boven nu doodgeschoten. Echt gebeurd trouwens, mijn vader die met de pistool liep te zwaaien toen in de jaren 80 na de scheiding. Ja. Dat was ook daadwerkelijk zo. Ja. Mijn zus zei van de week, dat is een van mijn eerste herinneringen uit die tijd, dat ik mijn vader met een pistool ineens tegenover mijn moeder zag staan. Het is helemaal niet gewelddadig geworden en mijn moeder denkt... Maar mijn moeder helemaal niet gewelddadig? Pietje afgezakt. En er waren een paar topspeelsters van Noorwegen, als dat zou mogen. Want dan heb je gewoon wat meer speelsters in de selectie die je ook daadwerkelijk in het toernooi kunt inzetten. En die niet als reserve er dan bij zijn. Dus maar ik denk dat Stelling de gewoon de bondscoach er inmiddels wel uit is. Ja, nou, Lieke Martens, die Willem Hiedema, Jill Roort, dat zijn toch wel de zekerheidjes, zullen we maar zeggen. Iemand die hoogstwaarschijnlijk ook meegaat is verdedigster Anies Nauwe. En jij sprak met haar. En zij zegt dat door deze overwinning het slechte gevoel naar de nederlaag tegen Italië weer weg is. Ja, we moesten ons gewoon even herpakken. Italië was gewoon niet goed, dat wisten we zelf ook. En als je dan zo terugkomt, beter kan niet. Ja, Miedema, Martens waren er weer bij. Brengt dat extra schong aan het spel. Merk je dat ook achterin, dat het dan voorin lekker loopt? Nou, ik denk ook bij de andere mensen, iedereen wil gewoon heel graag. En nu met die twee erbij, uiteindelijk iedereen wil. After 600 meters. Left. Was dit mooi in de voorbereiding tegen zo'n topgroep spelen en dan eigenlijk wel heel gemakkelijk winnen? Ja, zeker wel. Want je probeert ook weer dingen uit en je kan verschillende dingen uitproberen. En daarin moeten we ons blijven ontwikkelen, dus ik denk dat het wel goed is, ja. Ja, achterin geen enkel probleem gehad, hè. Dus we spelen toch bij Noorwegen. Ja, Torres Dortier, Torsmes, speelsters, maar dat hebben ze niet gezien. Nee, ik denk dat we weinig kans hebben weggegeven. After 300 meters, turn left, then turn left. Het ziet er wel heel gemakkelijk uit, hè? Dat heb jouw hele seizoen, denk ik, het afgelopen seizoen geweest. Het ziet er eenvoudig uit. Je maakt het makkelijk eigenlijk. Je laat het er makkelijk uitzien, moet ik zo maar zeggen. Dat is een kwaliteit. Ja, ik denk dat ook een beetje mijn speelstijl is. Turn left, it was Skellerweg, then turn left. Niet zo makkelijk als het lijkt, maar ik denk dat het een beetje bij mij en ik hoor zo door moeten gaan. Niet nou was dat. Klein, hoe ziet die voorbereiding er nu nog uit, nog verder uit voor Oranje? Ja, morgen is dus dat selectiemoment. Er worden de speelsters bekendgemaakt die op die lijst van 22 staan. En dan ook de 18 die echt daadwerkelijk op het wedstrijdformulier staan. Geen echt, hè? Daarna
sorry? Geen appje toch? Nee, ik heb dat nog gevraagd inderdaad aan de bondscoach en dat worden geen appjes. Dat worden persoonlijke gesprekjes inderdaad. Goed, dus dat gaat op die manier inderdaad en op de juiste manier. Daarna een weekje vakantie. En in dat weekje vakantie, dat is wel opvallend, zijn er een paar speelsters die naar hun club terug moeten. Lieke Martens bijvoorbeeld. En ze werd een week voor de Champions League finale, dat is wel een maand geleden, werden ze al kampioen in Barcelona. Maar dan moeten in Spanje gewoon op 4 wedstrijden gespeeld worden. Dus Lieke Martens gaat gewoon weer in die week vakantie richting Spanje terug. Om een paar wedstrijden te spelen. Ik denk dat dat ook geldt voor Roes Geurts, de tweede keeper van Oranje. En dan een uitzwaaiwedstrijd tegen Zuid-Afrika. En vervolgens terug in de spelen. Dankjewel, Brian. Ja. After 350 meters, turn left at 242 towards Amsterdam. Is Oranje. Zuidoostenwind, 'smiddags wat stapelwolken, het wordt 27 tot 31 graden. Verder wordt het wat koeler met het
bus die sinds zaterdag in het ziekenhuis ligt nadat hij gereanimeerd moest worden op het veld. En de toerselecties van de wielerploeg die druppelen binnen. Bij Bora bijvoorbeeld is Wilco Kelderman de kopman. En beide staan op de wereldkrijg Ida Schelling, die zich druk maakt in de tour. En ook viervoudig winnaar Chris Froome is weer van de partij. Hij gaat de kopman Michael Woods ondersteunen bij Israel Startup Nation. Ja, en dan komt ook de Valrijk nog sportnieuws binnen. Louis van Gaal keert terug als trainer. Hij vertelt zelf wat zijn nieuwe club is. Volgend seizoen zit ik op de bank. After 3 kilometers, he left. Ja, Louis van Gaal, trainer van Telstar. Inderdaad, dat kan niet waar zijn. Nee, dat is ook niet waar. Het is een promo voor een goede doelenactie. Van Gaal zal komend seizoen eenmaal op de bank zitten en zoekt nog een assistent. Wie dat wil worden, kan een loontje kopen. De opbrengst daarvan gaat dus naar het goede doel. Ja, maar hoe lang wordt Telstar tegen Almere City, gaat je afgebreken? Nou, ik heb er weer op tafel gezeten bij de persconferentie. Nee, dat is oké. Nou ja, maar dan speel je tegen. Ja, dat klopt. Nou, we gaan zien. Wissens van de Maden, Frankrijk tegen Duitsland. 51ste minuut, 1-0 de voorsprong voor de topfavoriet op dit Europees kampioenschap Frankrijk. Eigen doelpunt van Mats Hummels. Frankrijk dat in de laatste 10 minuten van de eerste helft al een beetje begon met tijdrekken. Dat kunnen ze goed en ze spelen op omschakeling. Nu gaat 2-0 misschien vallen. De bal gaat via de buitenkant van de paal, zegt Adrien Rabiot, de middenvelder van Juventus. Dat wordt snel ontstaan van Frankrijk. En het is geen buitenspel op het moment dat Mbappé die bal speelt. En dan is het toch een hele vrije kans hoor voor Rabiot. En is het Kimmich die te laat komt. En ook Hummels die daar een beetje bij staat. Het is Rabiot die misschien wel had moeten maken. Maar via de buitenkant van de paal levert het niet de tweede goal op voor Frankrijk. En zo begint deze tweede helft wel enerverend hoor. En is het Duitsland nu met Gundogan op het middenveld terug naar Rüdiger. Naar Kroos, of 10 inmiddels over de middenlijn. Frankrijk dat meteen weer terugplooit. Met ook Benzema, Griezmann en Mbappé op eigen helft. Kiept er nu aan de rechterkant. Terug naar Neuer. Neuer dan naar Rüdiger. Duitsland zal het tempo toch wat moeten opvoeren in die tweede helft. Om die Franse muur te breken. Dat is niet eenvoudig. Frankrijk veel fysiek. Centraal achterin natuurlijk ook met Varane en Kimpembe. Maar ook op het middenveld met Kanté. Al is hij klein, maar hij is ongelooflijk sterk. Pogba. En dan die ook gevaarlijke Rabiot. Die zojuist dus dichtbij de 2-0 was namens Frankrijk. Duitsland heeft de bal aan de rechterkant. Het is Hummels, centrale verdediger. Paast de bal terug naar Kroos. Die zich heel veel met de opbouw, de Duitse opbouw, bemoeit. Rüdiger. Paasje naar de linkerkant. Dan voorzet is zwak. Wordt makkelijk verdedigd door Frankrijk. Rabiot en via N'Golo Kanté proberen de Fransen dan weer zo'n snel omschakelmoment te creëren. De Duitsers zitten er nu wel goed tussen. Via Kroos, Havertz hebben ze de bal snel weer terug. Duitsland probeert het tempo echt wel op te voeren. Gozens terug naar Gundogan. De ruimtes worden heel klein gehouden door Lembleu. Voorzet nu vanaf de linkerkant. Daar is de kans voor Gnabry. Oei, 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 jongen. Dit is de beste die Mannschaft tot nu toe heeft gekregen in deze wedstrijd. En Gnabry van Manchester of van Bayern München had deze toch wel moeten maken. De voorzet van Müller is op maat. Dan wordt hij in één keer genomen door Gnabry. Ploft de bal op het dak van het doel. Niet zo'n makkelijke bal hoor. En die kansen, ja, die zal Duitsland denk ik niet veel gaan krijgen. Het scheelt niet heel erg veel. Duitsland dicht bij de 1-1 in de 54ste minuut. De handen gaan naar het hoofd. Nou, u weet het zelf ook dat dit een aardige kans was voor de Duitsers. Na een minuut of 8 in de tweede helft. Nog altijd staat het 1-0 voor Frankrijk. Het is toch wel een heerlijke wedstrijd. Al zijn er dan niet zo heel veel kansen. Het is boeiend om na te kijken. Müller paast de bal naar de rechterkant naar Kimmich. Gnabry. Er zit er weer zo'n beentje tussen. In het geval van Kanté. Nuttige breker op het middenveld van Frankrijk. Defensief ingesteld. Dan kan hij ook goed voetballen. Levert Duitsland een vrije trap op in minuut 54. Met natuurlijk weer Toni Kroos. Bijna alle spelhervattingen neemt bij Duitsland. Joachim Löw. Zijn laatste klusje als coach van Duitsland geeft aanwijzingen vanaf de kant. Daar komt de trap van Toni Kroos. Hoogbal wordt weggehaald door Hernandez. En dan moet Loris naar die bal toe. Hij heeft hem uiteindelijk klemvast. Ervaren keeper van Frankrijk. 34 jaar, al 11 jaar actief in de Franse nationale ploeg. Gooit de bal.
bal meteen weer uit richting Pavard. Pavard dan naar Pogba. Dat balletje is te kort. Duitsland zit er fel op hoor in de eerste minuten van de tweede helft met Gosens. Duitsland dan de bal weer kwijt. Pogba, maar ook weer heel snel terug veroverd via Gnabry. Gnabry Havertz, Havertz naar Kimmich. Griezmann moet ook mee. Iedereen moet meedoen met verdedigen bij Frankrijk. Geldt natuurlijk ook voor Duitsland. Benzema. Toch wel weer een hele lepe bal diepte ingestuurd. Mbappé, randstrafschopgebied. Maar dit is niet goed. De bal wordt aangeraakt door Hummels. En via Hummels belandt de bal dan weer bij Neuer. Zo kan Duitsland opnieuw beginnen in minuut 56. Maar nog altijd 1-0 staat in Allianz Arena in München voor Frankrijk. Geert-Jan Freek, wat zie jij gebeuren? Niet zo heel veel anders. Afwachtend van zelf al in Duitsland dat moet. En ja, ze moeten oppassen van ze. Ze beginnen toch druk te maken de Duitsers. Net als voor de kans gehad bij Gnabry. Die had alleen van over. En aan de andere kant had ook Frank had twee, vier mogelijkheden. Aan de andere kant van Hogan gaat. Het is een spel waarmee ze Frank op dit moment moeten afwachten. En aan de andere kant staan we om de 2-0. Vind je daarmee dan een effect op de wedstrijd? Het is spannend. Mijn spanning vergoedt veel. Dat ziet altijd even goed. Maar het is wel spannend. En ze gaan beide ploegen gaan uiteraard voor de winst in deze wedstrijd. Even twee dingen eruit halen. Rabiot die had hem eigenlijk voor moeten geven. Die schoot tegen de paal. Als je het erin geeft, het is wel langzaam. Maar het duurt maar op de volg naar de eerste paal. En die bal op de slot van Gnabry? Ja, die raakt hem ongeluk. Hij gaat via de grond. Maar ik heb er zo van dat hij ook over de hand gaat. Dat is een beetje jammer. Kijk, hier als ik gelijk geef, dan kun je hier een keer maar vragen voor de bal. Ja, je zit bij de radio, hè? Ja. Ja, mensen zien dat niet. Sorry. Maar jij wel. Gauw weer terug, want het is echt enerverend, Richard. Ja, spannend is het zeker. En Rabiot was ook niet heel erg makkelijk. Als hij via de binnenkant van de paal was ingegaan, dan denk ik niemand wat gezegd. En had Frankrijk op 2-0 gestaan. Maar het wordt wat, wat boeiender, denk ik. In die zin dat er wat meer kansen gaan komen. Frankrijk controleert nog altijd deze wedstrijd. Houdt de ruimtes klein, compact, zoals dat dan zo mooi heet. Duitsland moet daar doorheen voetballen. Duitsland heeft veel meer de bal. Het is niet dominant, maar het zoekt naar openingen. Hummels, Gnabry was overigens zojuist dichtbij hoor. Opnieuw had inderdaad die kans op de 1-1. Maar een steekbal van Kimmich belandde ook bijna voor de voeten van Gnabry. En Loris kwam op dat moment ook uit zijn goal. Deed dat heel attent. Hij was net wat eerder dan de Duitser. Duitsland dat de bal heeft in de middencirkel met Kroos, Gundogan. Dan naar Havertz tussen de linies gespeeld. Havertz nu naar de rechterkant. Voorzet op de achterlijn van Kimmich, half hoog. Daar wordt er ingelopen door Müller. Afvallende bal is voor Kroos. En daar komt Duitsland dan toch wel steeds dichterbij hoor. Terwijl de scheidsrechter nu iets heeft gezien. Gosens ligt daar in het 5 meter gebied. Terwijl daar een speler van de Fransen geblesseerd ligt. Terwijl ze nog even kijken wat daar gebeurt. Bal wordt weggekopt. Terwijl daar Gosens inloopt. En die krijgt dan die bal uiteindelijk van Kroos tegen kilometers, het lichaam. Take the exit A5 towards Zandstad. Ja. Houdt die bal daar tegen, ja. Met je knie. Duel met Pavard. Komt inlopen. Ja. Daar wordt denk ik wel voor gefloten, want dat is wel gewoon een overtreding. Het levert een blessure op, in ieder geval aan de Franse kant voor Pavard. Bijna alle Franse spelers staan daar nu omheen in het strafschopgebied dus van de Franse ploeg. Ligt het spel nu even stil, want zorgelijke blik ook aan de kant bij Didier Deschamps. Ervaren Franse bondscoach, terwijl Joachim Löw rustig achterover zit. Hij staat wel achter met zijn Duitsland, maar ja, voor hem eventjes wat minder zorgen natuurlijk. Blessure bij Frankrijk, terwijl we alweer een kwartier gespeeld hebben. In de tweede helft is het Pavard die nu door de verzorgers wel weer wordt... Ik had de indruk dat hij oud ging heel even. Krom, die staat nu wel weer en Pavard zit er inderdaad in
bezuist en daarbij de Franse rechtsback behoorlijk hard raakt. Tegen het hoofd, flesje water in de nek. Zal in elk geval naar de kant gaan, Pavard. Dat is nu ook inderdaad het geval. En dan naar de zijkant komt de verdediger denk ik wel weer terug. Steekt de rechter hand omhoog. Als gebaar van, ik kan in elk geval verder. In de 61ste minuut. En we gaan dan verder met een doeltrap van Loris. En zo voetballen we weer in deze wedstrijd. 1-0 staat ook nog altijd voor Frankrijk. Eigen doelpunt na 20 minuten van Mats Hummels. Nog geen nieuwe spelers gezien in deze wedstrijd. Duitsland wat meer nu de drang naar voren. Logisch natuurlijk bij de 1-0 achterstand. Het kan tegenvallen zijn. Of speel je tegen de topfavoriet om het toernooi te beginnen met een nederlaag? Want met Duitsland moet je altijd rekening houden. Die komen altijd terug. Ook in wedstrijden. Terwijl Havertz nu de diepte wordt ingestuurd. Wordt verdedigd door Hernandez. De bal gaat over de achterlijn. Via Frans Been. Levert Duitsland dus een hoekschop op in de 62ste minuut. Kimmich. Hij gaat die voor de trap heen. Enige speler tot nu toe. In de Allianz Arena in München met een gele kaart op zak gekregen van Del Chero Grande, de Spaanse scheidsrechter. De bal bij de eerste paal wordt weggekopt, dan door Pogba ook nog aangeraakt. Helemaal aan de andere kant van het veld gaat de bal opnieuw over de zijlijn. Hij heeft een ingooi op voor Duitsland. Kroos naar Rüdiger, bal eventjes onder de voet. Dan komt Gnabry in de bal, staan er direct drie Franse spelers bij hem in de buurt. Müller wil vanaf de linkerkant spelen. Kroos, het is Kimmich die bal wel wil hebben. De bal wordt verdedigd door N'Golo Kanté en dan kunnen de Fransen misschien afkomen via Benzema en aan de linkerkant Mbappé. De Duitsers gooien zich er ook direct weer voor via Matthias Ginter, speler van Borussia Mönchengladbach, speelt aan de rechterkant. Die gooi voor Frankrijk met Hernandez, de linksback. Die alle tijd neemt. Frankrijk probeert het spel van de Duitsers te ontregelen, tempo eruit te halen. Maar het leidt ook snel balverlies. De Duitsers worden sterker en sterker. Zonder dat dat echt veel grote kansen oplevert. Het beste was in de tweede helft voor Knaben. Rüdiger. Rüdiger komt naar Kroos. Verlegt het spel alweer met die prachtige trap van hem in het rechterbeen. Naar Kimmich. Kimmich dan terug naar Ginter. Dan weet u dat het spel zich afspeelt aan de rechterkant bij Duitsland via Hummels. In de middencirkel naar Kroos. Die opent dan met een lage bal naar Havertz. Naar de rechterkant. Lage voorzet van Kimmich wordt verdedigd door Varane. Lichte paniek toch achterin nu ook bij de verdediger van Real Madrid. Want Duitsland wordt toch sterker en sterker. Voert de druk op bij Frankrijk. Het levert opnieuw een hoekschop op aan de rechterkant in de 64ste minuut. Met Kimmich. Bal in de buurt van de tweede paal wordt verdedigd door Frankrijk. Weggehaald door Radio. En dan is het zelfs Neuer. Die even een paar meter de middenlijn is overgestoken. Die daar snel uit zijn doel komt. Dat weten we ook van de Duitse doelman. Dat hij meevoetballend ook altijd graag zijn steentje bijdraagt. En alert is om de bal maar in het spel te houden ook voor de Duitsers. Gnabry terug naar Kroos. Kroos kijkt eens eventjes, geeft het mee aan Havertz. Tussen de linies staan heel druk aan de rand van het strafschopgebied. En allemaal Franse spelers, dit is goed van Gnabry. Bal naar de linkerkant, Gosens wordt licht aangeraakt door Pavard. Die natuurlijk weer terug is in het veld. En dan belandt hij uiteindelijk in de veilige handen van Hugo Lloris. En na 64 minuten blijft Frankrijk voorstaan in Allianz Arena in München met 1-0 tegen die mannschaft. Gert-Jan van Beek, Frankrijk zakt wel heel erg in hè, nu hè? Het is zo jammer dat deze ploeg niet uitgaat van eigen kwaliteiten. Hè? Dat ze gewoon die voorsprong gaan lopen verdedigen in plaats van dat ze met hun kwaliteiten gewoon het spel gaan dicteren, het tempo in de wedstrijd bepalen. Ja, laatst hebben we de Duitsers over. Ja, als de machine op gang komt, het is natuurlijk niet zo dat ze niet kunnen voetballen. Hè? Dat bestaat best wel aan de helft al. Het is wel een beetje vechtvoetbal geworden van de Duitsers. Ja, maar dat zijn Duitsers. Die gaan de laatste, als ze er een geloof in hebben, gaan ze de laatste seconde door. Dat weten we allemaal. Ik moet nou steeds denken aan die opmerking van jou dat niemand uit het Duitse team in aanmerking zou komen voor het team van Frankrijk. Maar dan vind ik 1-0 als score. Dat is de mentaliteit van de Fransen, dat is doodzonde, met zo'n elftal. Hey, je hebt het eerste 20 minuten van de wedstrijd gezien. Dicteren zij het spel, bepalen het tempo. En nu ook in de omschakeling zie je hoe gemakkelijk het af en toe gaat. Alleen, ze zijn veel te afwachtend. Dan is 1-0 dan een hele gevaarlijke uitslag. Maar wat zou jij dan, bedoel, ligt dat aan de trainer? Ligt aan de trainer. Ja. Dit is gewoon een filosofie die ze hebben. Van nou, zorgen dat we voorkomen en dan van daaruit verder
Maar is het dan tussen aanhalingstekens een nadeel dat je van die snelle spits hebt? Want dan ben je wel geneigd om die voor te laten staan, er eens in te laten zakken en hopen dat je een keer lange bal kan geven. Ja, maar het begint altijd met het gedachtegoed van de trainer. Die heeft een filosofie. Nou, dit is de trainer en ik die zeggen dat hij niet succesvol is. Dus voetbal die Fransen altijd zo of is dat met deze trainer? Ja, dus met deze trainer is het al eigenlijk al jaren zo. Dat ze op deze manier proberen. Kijk hier. Yo, Richard. Ja, het is 2-0 voor Frankrijk. En het is Mbappé die het doet. Maar het is ook buitenspel volgens mij. Ja hoor, het is buitenspel. En die goal gaat gewoon niet door dus. Maar het leek daar 2-0 te zijn geworden. En inderdaad, we zien nu inderdaad op het moment dat Pogba die bal geeft. Dat er inderdaad buitenspel terecht wordt gegeven voor Mbappé, voor de Fransen. Dus de goal aan de binnenkant van de paal wordt nog geschopt naar. Blijft het dus voorlopig in deze wedstrijd. Gelukkig zou je bijna zeggen bij 1-0, waardoor de spanning er in elk geval in blijft. En de Duitsers nog hoop hebben op de gelijkmaker. Want verdedigen, dat kunnen ze wel. Dat blijkt ook in deze wedstrijd Frankrijk. Het spel ook op het WK natuurlijk. Hè. In Rusland, Frankrijk wereldkampioen. Dat blijft dan hangen. Maar hoeveel goede wedstrijden heeft Frankrijk in dat toernooi eigenlijk gespeeld? Sprankelend voetbal. Dat hebben we weinig gezien. Het is ook consolideren nu weer op het EK. In deze kraker tegen Duitsland. Frankrijk blijft overeind tot nu toe, maar we spelen nog een minuut of 25. Griezmann paast de bal terug naar de vereniging, naar Varaan. Varaan dan naar middenvelder Rabiot. Hernandez dan met een balletje weer helemaal terug naar Kimpembe. Het is die 1-0 heel erg magertjes natuurlijk verdedigen wat Frankrijk in deze fase van de tweede helft doet. Frankrijk nu met het balbezit. Hernandez, Leuf, meldt zich ook langs de zijlijn. Heeft natuurlijk nog genoeg kwaliteit ook op de bank zitten om in te brengen. Leroy Sané bijvoorbeeld van Bayern München zou kunnen komen. Thibaut Werner zit daar van Chelsea. En ook Emre Can bijvoorbeeld zou nog in de ploeg gebracht kunnen worden. 7-1 werd het in de laatste oefenwedstrijd voor Duitsland tegen Letland. Ja, dat was een hele andere tegenstander. Duitsland toen wel indrukwekkend in die wedstrijd. Vijzelde het vertrouwen op. Maar Frankrijk is een hele stugge ploeg. Dat is lastig voor Duitsland. Ook weer in dit duel. Afgelopen jaar is dat vaak gebleken. Ook in de Nations League om er doorheen te voetballen. Om openingen te creëren. Duitsland probeert het natuurlijk wel. Met Kroos en Gundogan in de as van het veld. Met Frankrijk nu weer 7-8 spelers in de buurt van het strafschopgebied. Gaan het naar de rechterkant. Kinter naar Hummels. De ongelukkige in deze wedstrijd. De speler die in de wedstrijd op het WK in 2014. Toen beide ploegen in de kwartfinales ook tegenover elkaar stonden. De enige goal maakte voor Duitsland. Duitsland werd uiteindelijk wereldkampioen in Brazilië op dat WK. Het was Hummels dus toen in de kwartfinales tegen Frankrijk. Matchwinner werd Havertz nu naar Gnabry. Het is druk daar in de as van het veld. Lage voorzet van Kimmich. En dan wordt hij weggehaald door Frankrijk, door Kimpembe. Die uiteindelijk een hoekschop moet weggeven. En ik noemde net zijn naam, Leroy Sané. Hij gaat zich nu inderdaad melden. Hij gaat de eerste wissel worden aan de kant van Duitsland. Sané, speler aan de rechterkant bij Bayern, die gevaarlijk naar binnen kan komen. Misschien is dat dan het recept. Terwijl de corner nu wordt getrapt, blijft een beetje hangen. Dan is het Loris die de bal uiteindelijk in het 5 meter gebied klem vast heeft. 70 minuten op de klok bij Frankrijk en Duitsland in Allianz Arena in München. Het staat 1-0 voor een eigen doelpunt van Mats Hummels. Druk met vijfde grote gezet van Beken. Ja, zwaar. We zijn later Duitsers komen. Dat is volgens mij niet tegen Duitsers. Tegen Duitsers. En je ziet wel, Frank en Kouw scoren doet niet veel. Hoe is het bij een spel was? Dan creëert hij eigenlijk daarna. Zij ontvielen maar dan buiten spel, maar dan creëert hij eigenlijk in twee bewegingen en voor zijn rechtervoet. Is gewoon een fantastisch binnen. Ja, dat is ze hebben zoveel evenveel kwaliteit om de wedstrijd te beslissen. En daar gokken ze nu een beetje op. En dat kan ook verkeerd uitpakken. En daarna zelfs op zijn eigen 16 uur, dat is logisch bij een corner. Zullen we die nog even meepakken voor het internationaal formaat? Kroos heeft de bal getrapt, 1-0 na 70 minuten. Sané langs de kant van het veld gaat zo dadelijk komen. Net als Thibaut Werner, twee aanvallers. Duitsland gaat nog wat meer risico nemen. Er zullen waarschijnlijk aanvallende wissels zijn. Moeten we nog even afwachten wie Leuf eraf haalt. Duitsland drukt, Duitsland jaagt, Duitsland wil heel
heel graag probeert het tempo op te voeren. Maar Frankrijk houdt vol met die nipte 1-0 voorsprong. Natuurlijk inderdaad, zoals jullie terecht zeggen, die snelheid voorin. En dat is levensgevaarlijk met Mbappé en de slimheid ook van de ervaren Benzema. Kim Pembe loopt het gat dicht voordat Havertz daar misschien de kans zou krijgen voor Duitsland. Goede centrale verdediger van Paris Saint-Germain. Terwijl daar het duel nu achterin bij Duitsland wordt gewonnen door Ginter. En Mbappé even naar de grond staat alweer. Was niks aan de hand. Griezmann nu met twee Duitsers tegenover zich. Dat zijn Gnabry en Gundogan. Balbezit blijft voor de Fransen met Pavard. Die is weer helemaal fit. Is de middenlijn overgestoken. Geeft hem al mee op het middenveld aan Pogba. Pogba terug naar Griezmann. Griezmann Varane. Dan naar Kim Pembe. Kim Pembe naar Kanté. Die heeft daar wat ruimte. Een paar meter over de middenlijn. In de middencirkel. En dan is dit het moment, denk ik, dat... er ligt daar een speler op de grond. Ja, dan had ook nu niet gewisseld mogen worden, want de bal was nog gewoon in het spel. Het is Ginter die daar niet verder kan, terwijl Mbappé last heeft van zijn nek. Zojuist met die overtreding die gemaakt werd volgens de Fransman door Ginter. Ligt het spel dus even stil, omdat daar Ginter op het veld ligt. Dan kunnen ook de wissels gaan komen aan de kant van Duitsland. Na 72 minuten 1-0 voorsprong. NPO Radio 1. Dan is het 11:02 en dat is dan het hoofdpunt van nieuws. 10 grote banken mogen van de Europese Commissie niet meedoen aan het EU-herstelfonds vanwege machtsmisbruik in het verleden. Onder meer JP Morgan, Citigroup, Barclays en Deutsche Bank zouden zich schuldig hebben gemaakt aan misleiding, zoals het beïnvloeden van wisselkoersen. Er zitten geen Nederlandse banken bij. Nederlandse artsen die mensen met dementie behandelen hebben grote zorgen over het nieuwe Alzheimer-medicijn. Het middel is goedgekeurd in de VS, maar de Vereniging voor Klinische Geriatrie wil het niet voorschrijven. De betrokken hoogleraar zegt dat onduidelijk is of het middel iets oplevert voor de patiënt, terwijl er wel een groot risico is op hersenschade. In Jeruzalem zijn honderden Israëlische contranationalisten met vlaggen door het bezette Oost-Jeruzalem getrokken. Voor zover bekend zijn er geen grote ongeregeldheden geweest. Er was een onbekend aantal Palestijnse jongeren opgepakt. De Tweede Kamer wil dat Siewert van Linde en zijn zakenpartners het geld dat ze verdiend hebben aan een deal met mondkapjes terugstorten. Ze krijgen het verzoek om 28 miljoen euro terug te geven aan de belastingbetaler. Op de deal kwam veel kritiek omdat van Linde de indruk had gewekt dat er geen winstoogmerk was. Langs de lijn en opstreken. Nou, klinkramers, ze zijn de weg nog steeds aan het wisselen. Geef ons mooi de tijd om even te kijken naar de prijsvraag. Want we geven dit EK 10 DAB Plus radio's weg en die kun jij winnen. Het mooiste geluid is oranje. Dit is de NPO Radio 1 Oranje Quiz. Weet jij welke oranje speler je hier hoort? Ik heb nog geen rijbewijs en dan moet ik opeens met eentje in een appartement gaan zitten. Hij is de man die altijd lacht. Het was niet zo dat ik bewust probeerde de boel te saboteren ofzo. Stuur je antwoord naar win@radio1.nl en verlos ons van een van die schitterende DAB Plus radio's. Zoeken ze een speler van het huidige Oranje. Het antwoord op de quiz van gisteren was overigens de rappende Memphis Depay. De DAB Plus Radio is onderweg naar Hossa Moesje Mama uit Den Haag. Wil je ook winnen? Weet je het antwoord? Stuur het dan naar win@radio1.nl. Nog een keer win@radio1.nl. Een heel makkelijk bruggetje maken naar Frankrijk-Duitsland nu met die win. Maar doe het niet. Wist je dat van de manen? De tijd begint te dringen hoor, nu wel voor Duitsland. Het gaat snel in die tweede helft. 75 minuten, 1-0 is het nog altijd. De voorsprong voor Frankrijk. 3 nieuwe namen bij de Duitsers in de ploeg gekomen. Duurde inderdaad even met al die wissels, zoals jij zei Robert. Het spel heeft ook een paar minuten stilgelegen. Maar Ginter zie ik toch nog steeds staan op het veld. Dat betekent dat Emre Can toch nog niet gekomen is. Die stond ook klaar om binnen de lijnen te komen. Het is voorlopig alleen Gnabry en Havertz die naar de kant zijn gehaald. En Timo Werner en Leroy Sané, twee aanvallers, binnen de lijnen bij Frankrijk. 2 wissels dus doorgevoerd door Leuf. En Emre Can is even weer gaan zitten omdat Ginter toch verder kan. Speler aan de rechterkant. Duitsland moet nog wat meer risico gaan nemen. Het heeft nog een kwartier met de 1-0 voorsprong die er nog altijd staat. Door die ongelukkige goal waarbij Mbappé de bal dacht binnen te tikken naar die voorzet aan de rechterkant van Hernandez.
gepromoveerd tot doelpunt door de centrale verdediger Mats Hummels namens Duitsland. Hummels die de bal gepaast naar de linkerkant, naar Rüdiger. Rüdiger dan naar Gundogan. Gundogan wordt verdedigd door Pogba. Speelt een goede wedstrijd. Paul Pogba niet in aanvallend opzicht, maar wel verdedigend. Is toch een speler die veel duels wint daar op het Franse middenveld. Hummels nu terug naar Hummels of naar Rüdiger. Rüdiger dan naar Kroos, de speler die al die ballen cross weglegt naar de rechter of linkerkant. Dus het Duitsland weer met Kimmich. Krijgt er een voorzet uit aan de rechterkant en dan is het eindstation toch weer Hugo Lloris in de 76e minuut. En die wacht eventjes terwijl we nu het gezicht zien van Timo Werner. Als invaller van Chelsea maakt hij toch ook regelmatig doelpunten. Hoopt dat hij het natuurlijk nu gaat doen in het shirt van Duitsland. Maar ze hebben nog een minuut of 14, 15. En Frankrijk staat nog altijd voor en geeft weinig weg. Beste kans was in de tweede helft voor Serge Gnabry. Duitsland de bal aan de rechterkant met Kimmich. Meter of 10 over de middenlijn. Dan gaat het weer terug naar Ginter. Ginter dan naar Hummels. Nog altijd die drie spelers achterin met Hummels en Rüdiger en Ginter en Kroos. Die zich dan vaak uit laat zakken. En het spel moet vormgeven aan de kant van Duitsland. Het is heel druk aan de rand van het strafschopgebied waar Frankrijk verdedigt. Massaal met Kanté die zich ook als een soort vijfde verdediger daar continu tussen de vier van Frankrijk voegt. Rüdiger naar Kroos. Kroos naar de rechterkant, naar Ginter. Tempo ligt niet heel erg hoog. Het is Frankrijk dat stug is en Duitsland heeft gewoon moeite om kansen te creëren. Ook deze bal wordt weer weggehaald in het hart van de verdediging door Kimpembe. En dan is het vaak Pogba die die ballen weer in het bezit krijgt. Oei, 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 wat is hij toch snel. Wat is hij toch snel. Mbappé en het is Hummels die doet dat correct hoor. Een uitstekende sliding op de bal. Goed verdedigd door Mats Hummels. Daar waren veel mensen natuurlijk vooraf toch bevreesd voor. Hoe gaat Hummels het doen? De 32-jarige verdediger tegen La Flèche. Die hele snelle Kylian Mbappé. Die ongelooflijk snel weer weg was. Maar het loopt goed af voor Duitsland. Duitsland leeft nog. Hij was er bijna doorheen Mbappé. Uitstekend verdedigd door Mats Hummels. 78 minuten 1-0 voor Frankrijk. Spannende wedstrijd. De eerste wedstrijd op het EK in München. Tussen deze twee grootmachten in het voetbal. Daar stoomt Frankrijk alweer op. Met Benjamin Pavard. Pavard terug naar Griezmann. Weinig creativiteit gezien van de Fransman in deze wedstrijd. Sowieso weinig creativiteit van Frankrijk in deze wedstrijd. Rabiot, Kanté. Kanté naar Varane. En dan weer Kanté op het middenveld naar Rabiot. Wanneer laten de Fransen die klasse een keer zien? Frankrijk dat zoveel goede spelers heeft, ook op de bank. Ik noemde net bij Duitsland Werner en Sané die dus zijn ingebracht. Maar bij Frankrijk bijvoorbeeld ook Olivier Giroud. Goed voor twee EK's, twee WK's. Speelde veel, ook in de afgelopen oefenwedstrijden. Maar blijft vooralsnog op de bank zitten. Dat geldt ook voor Ousmane Dembele. Ook een klassenspeler natuurlijk. Sliding nu op de bal bij de Duitsers. Maar het levert geen balbezit op uiteindelijk voor de spelers voorin. En via Varane gaat het dan weer terug naar Lloris. In minuut 79 waar Frankrijk voorstaat tegen Duitsland met 1-0. Ja, Gert-Jan Verbeek, de vraag wordt opgeroepen door Richard van der Made. Waar is de kwaliteit van Frankrijk? Heb jij hem gevonden? De kwaliteit is zoals ze nou voetballen. Daar focussen ze op. Met Mbappé als diepste aanspunt. En die accelereert op het moment dat hij in grote ruimte terugkomt. Daar komt hij op dit moment in. Ja, dan is de Hummels er nog goed bij elke keer. Nou, niet dat hij dat hoor. Vijf meter voorsprong en hij werd er 5 meter uitgelopen. Alleen op laatst dan ben je niet helemaal goed mee, waardoor hij met de slide naar redding kon brengen. Dus had hij het zeker gezegd. Ja, meer geluk dan wijsheid. Ja, maar hij was gewoon ongelooflijk snel, hè? Onvoorstelbaar. Ja, dat is de kwaliteit. Alleen ze hebben gewoon veel meer kwaliteiten. Ze hebben zo'n goed elftal, zoveel goede spelers. Alleen ja, het denken is niet zoals wij Nederlanders dat graag zien. Heel veel voetballen dat graag zien. Aan de bal bepalen, dicteren. En niet het reactieve van wat Frankrijk doet. Maar dit is toch niet alleen een kwestie van smaak. Dit is toch ook gewoon gevaarlijk als je met 1-0 voor staat. Ik bedoel. Ja, maar daarvan hebben we wel zoveel vertrouwen in de defensieve kwaliteit. Het is altijd een wedstrijd is gespeeld in bij Duitsers zeker. Ja. Met het snijden ze gefloten heeft het verder af het eindsignaal. Dit is een gevaarlijke reis, maar ze zijn er heel succesvol mee in Frankrijk. Dat zie je. Ja, de wereldkampioen. Ja, dat is waar.
wat zie je in het inbrengen van nieuwe spelers bij Duitsland? Wat wil Duitsland? Nee, helemaal niks. We zijn niet echt. Ze hebben niks veranderd. De poppetjes gewisseld. En voor de rest gaan ze eigenlijk gewoon door. Maar het is ook niet raar dat ze door voet alleen met frisse spelers. Want daar is, ze hebben best wel kansjes gecreëerd. Ze zijn dominant. En vandaar dat je ook een beetje het geluk mee hebben. Hè, dat er wel iemand net op de goede plaats staat. Of er wel niet geblokt wordt. Ja, maar ik zei al, er zijn wel ruimtes. Die gebruiken de Duitsers wel goed. Ja, en het is te hopen voor Duitsland dat ze een keer gebruik maken van die kleine mogelijkheden die ze toch creëren. Richard van der Maden, wat denk jij? 81 minuten, ja, het wordt inderdaad een moeilijk verhaal, denk ik ook voor Duitsland. Want echt heel veel grote kansen creëren ze gewoon niet tegen het hele stugge Frankrijk. Tactisch met Havertz naar de kant en Gnabry, ook twee aanvallend ingestelde spelers natuurlijk bij die mannschaft. Is niet zo heel veel veranderd, Duitsland wel heel veel de bal. Dat geldt eigenlijk de hele tweede helft al dat zo is. Terwijl er nu een overtreding wordt gemaakt op Griezmann. Die beklaagt zich in de 82ste minuut. Overtreding van Robin Gosens. Werkt kei en keihard. Belangrijke speler hoor in de Duitse ploeg. Heeft zich fantastisch ontwikkeld de afgelopen jaren. In dat elftal van Joachim Löw. Maar ik begin toch te vrezen voor Duitsland in dit duel. Ja, omdat er gewoon weinig grote kansen zijn geweest. Eén echte voor Gnabry en dat was het volgens mij wel. Müller, die ervaren, Thomas Müller, die ook heel veel werk verzet. Is eigenlijk ook weinig instellingen gebracht. Heeft ook weinig kunnen creëren, weinig steekballetjes kunnen geven. Zoals we dat wel veel van hem zien. Dat lepe slimme voetbal bij Bayern München, waar hij een geweldig seizoen achter de rug heeft. 82 minuten en een klein beetje, terwijl de Fransen op de tribunes in München al een klein beetje voorschot nemen op de eerste drie punten op dit Europees kampioenschap. En Frankrijk ook alle tijd gebruikt als het vrije trappen mag gaan nemen om de Duitsers te ontregelen. Kanté naar de andere kant, naar de andere helft dus, waar Benzema staat. Controle met de borst, maar wel snel ook weer balverlies aan de kant van Frankrijk. En dan is er altijd weer die Gosens over de linkerkant met de armen gebarend zo van het staat stil voorin, ik kan de bal niet kwijt. En dus kiest hij voor de weg achteruit naar Rüdiger. Rüdiger, Kroos, Kroos, Hummels. 43% balbezit voor Frankrijk, 57% dus voor de Duitsers in deze wedstrijd tot nu toe. Terwijl we nog 7 minuten te gaan hebben in Zuid-Duitsland, in München. In dat voor velen bekende stadion van Bayern München. Bal wordt weggehaald in de verdediging door Duitsland. Door Pogba, zoals zo vaak door Paul Pogba. Hummels kopt de bal in de voeten van Kroos. Kroos naar Kimmich. Kimmich naar de rechterkant, naar Ginter. En dan een forse sliding op de bal van Griezmann, ja, die komt daar gewoon hard in. De bal gaat over de zijlijn en dat levert Frankrijk een ingooi op Kimmich. Terug naar Ginter. Ginter dan weer naar Hummels. Hummels naar Kroos. Die weet het eigenlijk ook niet. Veel paasjes waar niet zo heel veel risico in zit. Zo blijft Frankrijk dan natuurlijk makkelijk overeind. En dat is het spelbeeld zoals we dat in heel veel fases van deze tweede helft zien. Rüdiger krijgt de bal weer terug van de spelers voorin bij Duitsland. Gnabry, Kroos dan naar Gnabry, terug weer naar Rüdiger. Rüdiger dan naar Kroos weer op het middenveld. Maar dan is er een balverlies, kan Frankrijk overnemen via Pogba. Pogba naar Benzema, Benzema dan naar Griezmann. Die heeft dat goed gezien, dat Frans middenvelder Pogba daar de middencirkel in is gegaan. Dit is natuurlijk zo'n omschakelmoment. Dit moet Frankrijk uitspelen en dat gebeurt ook. En het is Karim Benzema die hem uiteindelijk maakt voor de beslissing in deze wedstrijd. Uitstekend uitgespeeld via Mbappé. Die houdt het overzicht dit keer, is niet zelfzuchtig. Geeft de bal aan Karim Benzema. Die staat helemaal vrij. Duitsland neemt natuurlijk risico. Het ligt helemaal open achterin. En dan is het in de 85ste minuut hangen voor Le Bleu. Het begint bij Griezmann. Pogba heeft ruimte. Het is nou. Het zou wel eens buitenspel kunnen zijn. Even kijken of de VAR daar nog. Natuurlijk kijken ze daar sowieso naar. Mbappé staat daar op het randje. Frankrijk speelt het in elk geval goed uit. En het eindstation is de spit van Real Madrid. Neuer uitgespeeld. Duitsland uitgespeeld. Komen allebei te laat. En dan in het doel is het
2-0, zo staat het op dit moment op het bord. Ja, wat zeg jij, Gert-Jan? Ik denk dat Ginter het op heeft. En de lijnen zullen getrokken worden. Ja, het is geen buitenspel. Het is toch buitenspel, zie je? Oké. Nou, hebben ze lijnen getrokken en dan is het inderdaad op millimeterwerk is het buitenspel. Gelukkig voor de Duitsers en voor de wedstrijd. Zo, nou dan halen we weer. Ja, en zo blijft de spanning in deze wedstrijd. Met nog 4,5 minuten op de klok is het dus toch na tussenkomst ook van de videoscheidsrechter buitenspel. En dus blijft het 1-0. Kevin Volland, hij kan nog gaan komen en meldt zich langs de zijlijn om nog bij te gaan komen. In de slotminuten van dit duel. Duitsland heeft natuurlijk al 2 keer gewisseld. Heeft Werner gebracht, heeft Sané gebracht. Ik noemde net de naam van Gnabry, maar die zit natuurlijk al in de dugout. Die is gewisseld. Tempo ligt hoog in de slotfase van deze wedstrijd, terwijl deze bal niet op maat is.